Dan ben ik eindelijk weer een keertje begonnen met een opnamesessie en dan wil ik heel even één belangrijk ding weten. Heb jij de badge? Nee. Nou ben ik sad. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Paper Mario in de 1000 jaar door. Ik ben weer trainer Stevie, net wakker, maar dat maakt mij helemaal niet uit. In de vorige aflevering zijn we erachter gekomen dat de volgende ster op een eiland ligt. En dat we dus moeten gaan zoeken naar een eiland om dus, iemand die dus een beetje vaarkennis heeft. Om er dus achter te kunnen komen of wij daar überhaupt wel naartoe zouden kunnen komen. In deze aflevering wil ik eerst eventjes gaan zoeken naar bepaalde badges die ik wil gaan hebben. Dus laten we eens heel even gaan kijken. We hebben hier verschillende badges. Hier hebben we Miss Mouse toevallig, heel erg grappig. En laten we eens even kijken, we hebben daar badges op de display staan. Maar we hebben ook badges die we zo kunnen kopen. Eerst even kijken. Nee, gewoon others. Others. I'm buying. Others. Eerst even kijken, je hebt de Power Down Defense Up, Power Rush, Mario Attacking Power when he is in danger, Close Crawl, Pretty Lucky P, die is ook wel handiger, een Simplifier en een Unsimplifier, zo kan ik nog praten vandaag. Geluidseffect, niet echt wat ik zoek, er is een badge die ik zeker zou willen weten, nee, ik wil hem niet kopen, ik wil de Power Gym niet kopen. Die is wel leuk, maar die hoef ik niet te kopen. En hier hebben we dan nog de FP erin, de Ice Smash, de Power Rush P, de Last Stand en de Soft Stomp. Nou, is er wel een sidequest die we kunnen doen voor nog een party member erbij te kunnen krijgen. Maar die wil ik nog heel eventjes bewaren. Wat we willen doen, is we willen heel eventjes gaan praten met iemand die dus misschien waarschijnlijk de zee heeft overvaren. En het grappige is, hier zit er een. Hallo, mijn hoofd is nu een rode gem. And what do you want, huh? Who may you ask about? Ha, I am called Flavio. I am, I would say, a trader, the richest man in Roughport. Monetary wealth gives me freedom. Yes, and freedom gives me wealth of spirit. And yet, why is it that a man whose life is unchained must always long for yet more, huh? What is missing from my life? This tears, and my very insides I must know. What do I lack? Ja. Waarschijnlijk geld. Money, you say? Ah, yes, there's nothing like a grapefruit covered in. Ah, no, foolish Flavio. Not honey, you silly man. What he meant was money. Ah, but if money I need, I may be in good shape because I'm filthy rich. Wait, hold the horses. A great idea has struck. Zeg het eens. Now that I'm thinking of it, I once heard of the treasure of Cortez, the pirate king. Yes, this is the answer. Oh, such happiness for me. A hunt for pirate treasure. Why, that's just streaks of romance and thrills and emotion and even money. Do you not know the tale? The pirate king's treasure hidden on Keyhole Key? Ah, well, he'll say that the pirate king Cortez hid his hoard of pirate booty there. For years, treasure hunters and ruffians have gone there in search of the loot. But not a single one of them has ever returned. Oh, the horror makes my back tingle. People here whisper that the ghost of Cortez attacks all who seek his treasure. Eek. It is because of those very rumors that people no longer go to Keelhole Key. But that will not stop Flavio. That treasure is there, yes. And I going to prove it. For I am Flavio, trader, extraordinaire, millionaire, sailor of the seven seas. What is that you're saying? You're also looking for treasure? Here in Rockport? Why talk such craziness? There isn't anything like that in this dull armpit of a town. You cannot be believing each stupid rumor about treasure some street urchin spews out. No! Now, what madness comes bursting from your mouth? You have a treasure map? Well, hand it over, rather, show me. You are having a joke on me. This map leads straight to Keyhole Key. You swine! You mean to steal my treasure out of under me! You awful, awful man, you!
Well, now I'm confused. You are looking for things known as the Crystal Stars? But now that I'm thinking, a star-shaped stone was said to be in Cortez's hoard. Perhaps I could sell it for a staggering amount of cash? Yeah, that would be... Ah, stop some thoughts, Flavio. What you need is romance, thrills, and emotion. I cannot ignore what this business before me suggests. This must be fate at work. Flavio shall go with you, keyhole to keyhole key. Of course, the crystal star is yours. Yes, but the rest of the treasure is mine. Huh? You must repeat that. Flavio's ears are plucked. You have no ship? You unfortunate, foolish man! Do you not know who I am? I will have a ship ready in no time, and it will be massive and glorious! Splendid, splendid, splendid. Let us begin preparations immediately, shall we? I will volunteer myself as our intrepid leader. Yes, and you will be captain. Ah, danger and adventure tickle my nostrils. Come to the harbor right away. Yay! Dat was een hele mond vol. Die gast is nogal vol van zichzelf. Maar goed, in ieder geval, we hebben dus een schip en we hebben dus een weg naar Keyhole Key. Dus laten we maar naar de harbor gaan. Waarom ook niet? Dat is eigenlijk geen verkeerd idee. Eigenlijk vind ik het best wel jammer dat de badge die ik zocht niet te halen is nog. Nou, hij kan te halen zijn bij... Ik wil nog heel eventjes op één plekje kijken. Ik zie jullie al even een seconde voordat wij richting het schip gaan. Ik denk dat ik hier inderdaad heel eventjes twee badges wil gaan halen. Ik denk dat ik de Quick Change badge eventjes hier haal. Want die is zeker heel erg handig. Mochten we eventjes snel van partner willen wisselen. Dat is heel erg handig, omdat we dan onze beurt niet kwijtraken. En tot we de Peekaboo badge even gebruiken. Mocht ik geen zin hebben om de hele tijd te moeten tellen. Al ga ik dat waarschijnlijk toch doen, omdat we dus nou die andere hebben. Voor de rest moet ik heel eerlijk zeggen. Zijn er niet echt badges die ik heel erg boeiend vind. Deze die veranderen geluideffecten. Want Mario aangevallen wordt, kan die een keertje gemist worden. Dat is altijd handig. Happy Heart hebben we er al eentje. Happy Heart P, dat is dus voor de partner. Item Hawk, kunnen meer items krijgen van vijanden. Hartjes, meer hartjes. Dus ja, drop FP use when Mario attacks by one. Oftewel, Mario's FP dingen kosten één goede koop of zoiets. Ja, niet echt allemaal zo heel erg boeiend. Ik bedoel, we hebben genoeg Star Peach. No, I don't want it. Leem, jouw gezicht is leem. Dan vraag ik me eigenlijk toch af. Hoeveel kost het eigenlijk om... Nee, ik wou... Mag ik heel even... Eén keer zo. Nee, kom. Dank je. Hoeveel kostte die? Quick change. 7. Een quick change die is duurder als een power up gewoon. Zo erg is het gewoon. Wauw. Dat wil ik heel eventjes testen. Maar waarschijnlijk ook de Peekaboo badge wel kan gebruiken. Want die is op zich niet echt verkeerd. Dus ik denk dat ik die zelfs wel even ga equippen. Kan ik die trouwens equippen? Kan ik heel even... Weer het verkeerde knopje, maar dan ben ik niet zo light. Dan gaan we heel eventjes hier naartoe. Dan gaan we heel eventjes naar de badges. Eerst eventjes kijken, want ik heb... Ja, Wario Emblem die kost niks, maar... Jumpman badge die wil ik aanlaten. Power Bounce die wil ik aanlaten. Nee, ik heb al mijn badges. Die heb ik eigenlijk die... Ik moet gewoon level up. Ik moet gewoon level up gaan. Ik zou zeggen, laten we deze gewoon ook nog even equippen. Want voor de rest, ja. Heel erg vervelend eigenlijk. Ik had gehoopt dat we die badge al zouden kunnen vinden. Welke badge dat is, dan komen jullie achter op het moment dat ik de badge pak die ik wil hebben. Dus dat we de badge tegen gaan komen. Maar goed, in ieder geval, wij gaan naar de harbor toe. Want daar zit dus Flavio te wachten. En Flavio... Die wil dus met ons op reis. Want die heeft nogal zin in wel een leuk reisje of iets in die trend. Dus waarom ook niet? In ieder geval, mochten jullie het vragen. Mijn stem, mijn keel die heeft een beetje van... Ja, nu wel, nu niet. Nu wel, nu niet. Nu wel, nu niet. Dus dat is eigenlijk best wel vervelend. Maar het gaat best wel goed en... Yep. Oké. Wij zijn er klaar voor. Ah, yes. So it is you. Ah, well, sadly a slight problem seems to have popped up. But feast your eyes on this outrageously fantastic ship. She's a fine vessel, no? She is the SS Flavion, the queen of the countless ships in my personal fleet. The raw majesty of her hull, the pomp and circumstance, no can compare, no, none can compare to her. Ah, behold the elegant curve of her prow. She cuts through the very soul, don't you agree? But she is not just a beauty. She is a savage beast on the water, tops along sailboats. But above all, I tell you, this proud ship can... Can you, I should believe, doorgaan? Oh, yes. Did you speak? Yes, yes, yes. Of course. The problem that was sprung up.
I had completely forgotten about it. Yes, it's Flavion. She bewitches me. Yes, well, here's the issue. We have no navigator. He ran off, the dog. The navigator, of course, is the highest rank helmsman. The steer ships, you know. Now here's the real problem. The waters around Keelhaul Key are deadly dangerous. We need an absurdly skilled helmsman for a navigator. It is, how do you say, a pickle. Oi, Flavio! Heard you talking there, sir. If you don't mind me saying, I might have a solution. Do not tease me, Papach! You can solve a problem, then spit it out already! Well, sir, I've heard talk of a legendary sailor living here in Rockport. Yeah, I think he's called Admiral Barbary, a silly old sea dog by all accounts. But he's said to have the helmsman's touch, sir. He can make any ships bow to his will. Thing is, there ain't a soul who'd see him in these seas of light. Bassa boom! Problem solved! Let us scout out this Barbary fellow and get him on board. As it is customary, my captain will handle all negotiations. That would be you, Mario. That does sound fair to everyone, does it not? No complaints. Aye aye, sir! Aye aye, sounds fair! Good plan. Then it's decided. Then it's decided. You must find this Barbary and bring him here. Our fortune sails with you. Zoveel voice acting. Okay, dus we moeten Barbary zien te vinden. Maar waar kunnen we Barbary vinden? Hebben we daar enige clue? Ik bedoel, jij begon erover. Weet jij waar we Barbary kunnen vinden? Oké, ik kan niet wachten om rijk te worden. You must find this Barbary and bring him here. Nou ja, we weten in ieder geval... we hebben... Professor Frankly, die weet heel erg veel over Rockport. En we hebben ook Goombella. Maar ik denk dat we beter even inside info kunnen vragen bij onze professor. Dus laten we wel eventjes naar onze professor gaan. Oh, Frankly. Barbary. That old sea dog lives in the east side house right next door. They say it was great and important sail long ago. Nou, dankjewel, Frankly. Nou, dat is heel erg handig. Dus hij woont... Om precies te zijn. Hier. It's locked from the inside. Ah, maar er zijn nog meerdere wegen die naar Rome leiden. We kunnen nog niet echt daar echt naartoe. Maar we kunnen wel daar naar boven toe. Dus. Even kijken, hoe deden we dat ook alweer? Dan hebben wij nodig niemand minder dan. Livion! Ik wil Livion hebben. Livion, kom er even bij. En met de hulp van Livion schuiven we hier eventjes naar de overkant toe. The other day I saw this guy jumping from roof to roof. Man, he was so dashing, but you know... Boeit niet. Wij moeten heel eventjes dat huis in. Had ik deze trouwens al gepakt? Volgens mij heb ik deze al gepakt. Ja, die heb ik al gepakt. Oké, nou. Wij willen ook van huis naar huis. Yay. De reden waarom dat we dit willen doen is sowieso... Volgens mij hebben we hier alle star pieces al gepakt. We hebben al met haar gepraat. Ja, volgens mij hebben we hier alles al gepakt. Wat we willen doen, is we willen heel eventjes een papiertje worden. En we kunnen nu, kom op, door deze schoorsteen heen. Want we hebben deze ability geleerd. Dus, oink. Zijn stem. Arr, what do you blokes want? Ja, een beetje een piraatstem, waarom ook niet. Admiral Barbary. I haven't had the finest idea what you're talking about. Now, if you please. Drop the act, superstars. We already found out that you're Admiral Barbary. What poppyhawk? Tell me, what would you want with me if I were this chap? Arr, you say your ship needs a navigator and you want me to do the job? So sorry, but you have to look elsewhere. I shall set sail upon the sea nevermore. But that's just not cool. You want to see me back or something? Is that it? You have to come along. Only you can get us safely to Keyhole Key. I'm awfully sorry, dear boy, but when I say no, what I mean to say is no. Now away with you. Maar ik ga hierin. Want hier ligt namelijk een shine. Super handig om hier eventjes de shine mee te nemen. Altijd handig. En nee, hier ligt geen starpiece. Dat is jammer. Oké.
Dat is best wel vervelend. Hoe moeten we nou Barbary mee gaan krijgen? Dus, dat is best wel irritant. What's the next move, Chief? That salty dirt is going nowhere fast! I can't figure this guy out. What is beef with the ocean anyway? Know what we gotta do? Go find someone who knows what this dude's deal is. Nou, in mijn wijsheid... Nou ja, in mijn wijsheid, ik ben eigenlijk nog nooit bij een café of bij een bar geweest, maar... Zoals vele mensen denken, laat ik het zo zeggen... De barman is altijd degene die het meeste weet van alles. Dus laten we maar heel eventjes weer naar het café gaan. En heel eventjes vragen of die misschien wel iets weet over Barbary. Barman die weet alles, dus waarom ook niet? Oké, sorry. Ik wou ook niet tegen jou praten. Sorry. Hoi. Ik kom wel naast je staan. You say Barbary won't go to see her? Well, I can't say him. That surprises me. The real question is, are you folks really sure you want Barbary back on the water? Yep. Oh, is that it? No, I see. You want to mount on an expedition to Keyhole Key. Rough seas out there. Most sailors would meet their ends. Not old Barbary, though. The fact of the matter is, Admiral Barbary's tale is sad. Horribly sad, actually. You'll probably end up crying, but I'll tell you if you... Yeah, I'll tell it to you. If you really want me to. Oh, come on, wij kunnen alles aan. In that get race, get started. Barbary's tale of woe goes something like this. Barbary was once married. He had a wife of enduring beauty named Scarlet. The two of them were madly in love. The sort of love reserved for fairy tales. Now, Barbary was a renowned sailor. So he was away from home for long periods. Scarlet never complained, though, and always waited faithfully for Barbary's return. And Barbary, his eye never drifted. He loved only Scarlet, truly and deeply. So, they lived and found happiness where they could, and all was good, for time. But not all good things can last. It was particularly icy winter when it happened. Scarlet fell ill. A virus? A passing cold? No one knew. But it soon turned serious. Barbary at sea on a long, lonely voyage knew nothing of his bride's suffering. By the time he returned, Scarlet had succumbed. She was gone. Barbary, of course, blamed himself. My loving wife perished because of me. If I were not at sea, I could have nursed her to health. I could have saved her. He was overcome with such thoughts. They tormented him always, hunting his sleep. He has never gone out to sea since. Aww. Gee, what a downer. I guess that is a pretty good reason for hating the ocean. You all know his tale now. So tell me, do you still want him to return to... Ja, we hebben geen keus. Very well. I understand. If you're dead determined, then I'll give you this. Yay, we hebben een oude brief. On her deathbed, Scarlet wrote Barbary a final letter. You hold it in your hands. I don't know what's written inside, but I can tell you what she told me as she lay dying. If I should succumb to this plague, and if my love should blame himself for my death, then give this letter to him, so he may hear my voice. It was her last request. But when I saw Barbary in misery, trying to forget the pain as he mourned his wife, I just couldn't bring myself to present this letter to him. I've regretted it ever since. Yeah, that is horrible! Please. Take this letter, and to the deed I was too cowardly to do. Take it to Barbary. Listen, Padley, thanks a ton. We'll deliver this thing. You feel better, okay? And never do such a horrible thing again. Let's roll, Gonzales. Yeah. Okay, okie dokie. Nou, in ieder geval stemmen gaan alweer een stuk beter. Ik begin wakker te worden. Normaal gesproken, als ik wakker word, dan drink ik eerst een bak koffie of zoiets. Weet wel, en nou heb ik gewoon even iets gedronken om mijn stem een beetje weer... Maar... Normaal gesproken ga ik nooit gelijk direct aan het opnemen beginnen. En ik wil niet weer zo'n gap van 2 weken hebben. Dus ik had zoiets van, nee, we gaan gewoon opnemen. Punt! Nee, het was geen punt. Het was echt gewoon een punt. Oké, Barbary, we gaan het gewoon weer proberen. Arr, what the? Our belabberies don't bear not you again. No matter how many times you entreat me, my stance is firm. Now away with you. Maar we hebben een briefje. Pardon? A letter, you say? For me? What? Scarlet? This is Scarlet Hand's writing.
Scarlet, my love. My love, if you're reading this letter, then I'm no longer by your side. Because fate has stepped between us, I've decided to write you this letter. If you're reading this, I must have passed away while you were out at sea. I can only assume that you will blame yourself for it, my sweet Barbary. Although my love was short, you gave me more than a lifetime's worth of joy. Though you feel worn, I beg that you remember that time, like love, is a tide. You are one with the sea, as you were one with me. Do not lose both your life's loves. Time, like love, is a tide. You are one with the sea, as you were one with me. 1,000 pardons, but may I have a moment alone, if you please? Oké, ik kan heel slecht een imitatie doen van iemand die zijn neus aan het snuiten is. Yes, love. I was happy. My sweet, sweet Scarlet. I love you still. Now then. You were looking for a navigator, I believe. Bound for Keelhole Key. If you think an old sea bomb like me is what you need, then let's shove off. Admiral Barbary, yes! Tikka tikka yeeha! Okay, sorry, die sloeg helemaal nergens op. Maar goed, we hebben Admiral Barbary at our side. Arr, the ship's in the harbor. I must inspect her before we leave. I shall meet you there. Nou, in ieder geval, dat is heel erg goed nieuws. Dus laten we maar naar het schip gaan en laten we maar zo snel beginnen. Dat we dan eigenlijk naar Keyhole Key kunnen. Want Keyhole Key zal waarschijnlijk de volgende chapter zijn. En yay, we hebben een e-mail. Hoera, hoera, whatever shall I do. Oké, nou, laten we... Weet je wat, we gaan gewoon heel even kijken, voor de grap. Journal... Nee, dat was volgens mij bij Gear. En dan Important Things. En ja, hier hebben we de mailbox. Oh, Petunie heeft ons een berichtje gestuurd. En RDM's, zoals ik al zei, RDM's, issues, lekker belangrijk. Dat boeit ons niet. Wat voor stem had ik jou ook alweer gegeven? Ik weet het niet meer. Hi Mario, how are you? I'm not very good, no great. Lots of stuff has changed here. Oh, but the elders being mad at my brother. That's still the same. I do wish you come back to play sometimes. Are you really busy? Are you going someplace far away, like a place nobody's ever been? Whoa, that's be fun. I'm jealous. Well, if you ever have time to come back here, come play with me, okay? You have to promise! From Petunie. No. Okay, dankjewel. Dat is een leuk briefje. Maar goed, wat ik dan weer niet snap is, Bowser is er langs gekomen en jullie hebben een mailsysteem. Had je niet even snel een berichtje kunnen sturen van, oh, er was hier een hele enge gast en ja, die was op zoek naar dezelfde dingen als die. Ja, je weet wel, mij waarschuwen! Maar nee, natuurlijk niet. Tuurlijk niet! Waarom zou je dat doen? Waarom zou je in godsnaam Mario, degene die jullie heeft gered, waarom zou je die in godsnaam helpen? Nou ja, in ieder geval, hoi. I knew you got Barbary on board, you wonderful mutated man, you. To you, I must say ahoy! I was wise to choose you as captain. Ahoy to me as well. My men have already loaded our cargo and supplies, yes. Preparations are complete. If you have no runs, we can depart at once. What do you say? Shall we set sail? Yeah, let's shove off! Very well. To the sea, raise anchor and set sails for the thrills and emotion! And romance and money. Our destination is Dread Keelhole Key. Iemand zegt wait up. Oh, jij wil nog mee. Ik weet niet wie het zei. Er was geen indicator daarvoor. This is X-Not-1 here, over. Come back, dude. I repeat, X-Not-1 here, over. Roger, reading your high five. Five by infiltration is successful. X-Not-Black aboard vessel. Repeat, X-Not-Black is on board the vessel. Ho, alsof dat we dat nog niet door hadden. Maar zoals ik al zei, chapter 5. The key to pirates. You're the king of the sea, being a pirate. Oh, never mind.
We gaan gewoon verder. Oké, we zitten op maand zoveel en dag zoveel. Over the protest of my crew, the USS Flavion has set sail. Is it the voyage as reckless as they say? I must go. Flavio will show them guts. Dit schrijft Flavio, maar ik heb geen zin om dit in Flavio's stem te doen. En dan is het weer nacht, en dan is het weer dag. Want dit mag best wel snel gaan. De tweede dag, another day of good wind. White clouds, they dazzle me. It is as they are blessing our forage. Flavio thanks them most hurtfully. Dag 3. Monstar day 3. Things are going smoothly, yet I'm filled with dread. At this speed, we should reach our destination by tomorrow's sunrise. Skull Captain cast his gaze for jewel signs and blaze. Boom, bassa, boom, festival. Oké, dan ga ik jullie echt niet mee lastig vallen. Dus hij is aan het zingen. Waarom ook niet? Waarom ook niet? En iedereen staat rechts erbij van, ja. Yes! Zo, dat klonk even als Captain Falco. Now we're talking. Flavio told you, did he not? Nothing to fear, no. The island is right before our eyes. Do you not see it? It's a mountain of treasure. Oh, ho, ho, I feel fabulous. Shall I tell you one of my many tales of raw bravery? No, it's no trouble at all. There I was, locked in a deadly combat with a sea serpent. Yes, but even then I smiled, for I knew to prevent. Great! He started again, a tale of bravery, right? I heard this one yesterday. There's nowhere to escape to. We have to listen until he finished. Yeah, if you interrupt his mid-story, he absolutely loses it too. Why is the... What? Wait, what's going on? The ship's stopping! Oi, Master Flavio, awful sorry to interrupt that wicked story. But the ship stopped. Ah? Stopped, you say to me? After interrupting a story of passion and fury? Well, it is your job to keep the ship moving, yes? So, take care of it! Oh, aye, Flavio. I'll get it. Right, quick, wait a tick. Yeah, I'm working on it. Just wait a goomba-stomping moment, you scallywags. Oi, quit shoving, eh? I'm working over here. I said quit shoving. Wat probeer je te zeggen? They're here! What is this ruckus now? Who's here? Will someone tell me what's going on? No! They're upon us! The virus ghosts! All them rumors were true! What do we do? We gotta get out of here! Ark! Do not panic yourselves! This is just a dream that we're all having. Awake! Now, quickly, move the boat! Oh, ghostly wing thingy. Are you really the Savage Pirate King? Hey! Help me! Make that blow, everyone! Remain civilized! Relax! Don't panic! Relax! Relax, I say! We simply will take it easy! What? Excuse me, this is me! If you could have known the life is long, Chevy, forget that! Make a path! Barbary, look alive, man! Hey, we must get out of here! Abandoned ship! Ah, ik hou van die paniek. Ah. Elk zinkerschip moet dat op zijn minst hebben. Dag 4. Fortune from disaster. The kindly sea washed us ashore. What a strange irony that this island was our intended destination all along, no?
And yet we mourn. We have lost 3 crew members, including Admiral Barbary. It pains me to think they were taken by the Pirate King, that ghostly thing. What happened to us now, huh? We may be lost without hope, stricken in the wilds. Months each dag 5. We have made a semblance of civilized life here. The ship's flotsam washed in, and we now have salty bread and all other salty things. We can live for some time on this salty bounty of the sea, but then what, I ask. Day 10. We have built a few huts from the washed up timbers. Ah, poor sweet SS Flavion. At least the shanties keep out the wind and rain. We still have no sign of Barbary and the others, and my heart, she doubts. Still, despite my fears, we must continue to hope that they are alive somewhere. Dag 15. 3 days on the island. Oh, okay, dat klopt dus niet echt. Dag 8. 3 days on the island now, and the huts are all finished. We have carved a life out of here, though we all dream of a return to Roughport. Oi! Captain Stash! Yeah? It ain't much, but we finished a wee hut for you to rest in. Come have a look. Ah, we komen zo wel heel eventjes langs, maar eerst is er een bepaald ding dat we zeker hier willen verzamelen. Sowieso zijn er een paar star pieces die we hier ook weer kunnen verzamelen, wat altijd heel erg leuk is. Als ik me niet vergis, zit er eentje... Oh, niet in het water, want dat kost HP. Dat was niet slim. Ik ga heel eventjes kijken, maar trouwens, we zitten al op een half uur. We zitten hier, op een onbewoond eiland. En ik ga je nog niet onderzoeken. Ik ga jullie vragen, heb je een leukste verhaaltje of zo? Want het was echt heel erg veel geleuter in deze aflevering. Mijn excuses daarvoor. Maar laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat dan een like achter als je daar natuurlijk ook de tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken. Hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende video. Want dan gaan we dus kijken, onderzoek op dit eiland. Dus tot dan. Doei!